Wat denk je, waarom zit Mitch er schrik voor? Wat er kan gebeuren op die boot? Dat je in het water gaat vallen. Ja, dat heeft ze me wel gezegd. Ze heeft de boot gezien en ze zei van, Imke, ja, schoon boot, maar langs de zijkant, dat is toch maar kort bij het water, daar moet je niet lopen, hoor. Ik denk dat ze het soms onderschat van met 12 mensen samen te zitten en nooit eens een moment voor zich alleen te hebben. Ik denk dat Roberta nu pas beseft wat ik echt ga doen. Ja. Dat is ook echt zo. Als ik die boot voor het eerst zag en ja, dan kreeg ik wel zo even zo'n gevoel van, het ziet er allemaal, het zijn allemaal super toffe mensen, het ziet er veilig uit, maar ja, het is ook niet niks. En dan krijg je toch wel ergens zo'n buiksketgevoel van, dus ik denk, als ik hem echt ga moeten loslaten, ja, dat het moeilijk wordt. Maar dan ga ik het ook wel even moeilijk hebben. Ja. Dat is normaal, hè? Ik gun het haar en ik hoop dat ze er veel van opsteekt, maar nee, ik zie mij dat niet doen. Voor geen geld van de wereld, nee. Zo op zee zitten in een storm, dat schrikt mij enorm af. In uw fantasie is natuurlijk wel zo'n storm en wilde zee en het water dat erover slaagt en zo. En dat komt soms wel boven natuurlijk. En dat ze dan allemaal kotsmisselijk worden en zo. Ja, maar dat is wel realiteit, hè. Sowieso ga ik zeeziek worden. Ik heb vannacht iets heel dom gedaan. Dat is niet geruststellend, maar vertel het maar. Hier stond een bord met nog een stukje kaas, zo'n klein stukje, een half kruimeltje. Ik wil dat weggooien. Hij heeft het hele bord weggegooid. Nee. Ja. Oh. Ja. Ik pak dat vast en ik draai zo en dan voel ik het glijden tussen mijn vingers. Dat was... Oh, binnen 5000 jaar is dat weg. Ik kon echt niet slapen van het gekraak op de boot. Dat is echt een vreselijk geluid. Ik slaap met dikke oordoppen in en toch blijfde dat geluid erdoor horen. Gewoon keihard gekraak. Dus zelfs als ik dan zo half in slaap viel, in mijn dromen hoorde ik nog altijd dat gekraak. Dus eigenlijk waren die eerste nacht op de boot, was het eigenlijk wel... Ja, hel. Voor de nacht had ik misschien het meeste schrik, omdat ik niet echt hou van hele, hele kleine ruimtes. Zo'n kleine kajuit en dan het water langs u zien passeren. Maar je wilt natuurlijk wel zo snel mogelijk in dat ritme zitten van 4 uur wakker, 4 uur slapen. En dat ging dan ook wel. Ik denk dat ik de eerste 48 uur max 6 uur heb geslapen of zo. De eerste keer slapen op de boot was ja, geen simpele. Heel veel verschillende geluiden die gewoon moeten worden. Je lichaam moet zich nog aanpassen aan al dat gewiebel en dat gedoe. Dus echt goed slapen doet je niet. We slapen ook in een beurtrol, dus 4 uur slapen, 4 uur wakker. Dan moet je ook gewoon worden. En dat is toch allemaal niet zo simpel. Als je in het water valt, meteen die kap opzetten. Ja. Om gezien te worden. Oh. Valt je vaak in het water eigenlijk? Nee. Okay. Nee, absoluut niet. Otto-Jan, ja? Die winch achter jou, die mag je beginnen aanhalen. Oké. En als je wil, mag je nu naar hier komen. Ja. En je zet je goed schrap met je knieën onder de reling. Ja. En je moet die schoot pakken. Ja. Als je hem niet kunt houden, dan laat je hem gaan. Kapitein Piet wil snel naar de overkant en kapitein Piet schuurt het risico niet. Ah. Hou hem vast, bijna. Sorry Piet. Nee. Ja, hou hem vast. Ik dacht dat je... Amai. Geen probleem. Ik denk dat ik hem de eerste nacht zijn leven gered heb, maar ik denk dat hij daar zelf anders over gaat denken. Nee, er was echt niks aan de hand. Nee, echt niet. Ik ging gewoon ver voorover om er nog bij te kunnen. Don't you worry. Ja, hij zit vast. Prima, laat me los. Top. Ja, goed gedaan. Amai. Dat was een onverwacht stresserend momentje.
Nee, er was niks aan de hand. Oké, nee. Nee, Piet. Je lag bijna overboord, dacht ik. Nee, man. Stel dat er echt zo'n in overboord valt. Oh, fucking hell, zeg. Ligt dat niet aan het dromen, hè? Allee, ik hoop echt dat het niet gebeurt, want dat is echt verschrikkelijk benauwd. En ik vroeg aan Piet of dat we mochten achter iemand springen. En toen zei hij, ja, dat ben ik te erg voor te zeggen. Maar de wet op zee is liever één doen dan twee doen. Toen zei hij echt van, Jesus Christ,